Hoewel Olivia Newton-John vanwege haar leeftijd, 72, in aanmerking komt voor het krijgen van het coronavaccin, wil de Australische actrice daarvoor alsnog niets van weten. Dat liet ze weten in een interview met de Herald Sun. Tekst gaat verder onder advertentie waarom Newton-John geen coronaprik wil hebben, liet ze niet weten. De actrice strijdt nog altijd tegen borstkanker. Olivia's dochter Glou Latanzi, 35, is eveneens geen voorstander van het vaccin, zo vertelde ze aan The Independent. Ik ben niet tegen vaccins, maar ik vertrouw gewoon meer op mijn eigen onderzoek dan dat van artsen. Echte medicijnen komen vanuit de aarde, denk ik. Ik heb er dan ook spijt van dat ik in een eerder stadium van mijn leven bepaalde vaccins heb laten toedienen puur omdat een dokter zei dat dat veilig was. Buzzelets blok ADS.